Yes! We nemen drie achter elkaar op. Je zit een zwarte shirt binnen. Zo maar hartstikke leuk. Ik heb ook zwarte shirt aan. Trouwens. Ja, we nemen s'avonds op. Dus ik heb Black Ops 2 shirtje aan. Dus ik bekoop die dat vals boven. Wij gaan nu spelen. Feyenoord, Barcelona. Het is een utopie, het is een sprookje. Maar ooit in de Champions League, wie weet, gaat het weer gebeuren. En Feyenoord mag, ik mag nu thuis. Jij moet even een donkere shirt doen. Was het dan het donker ook? Ja toch? Nee, die? Nee, die zie ik. Doe eens. Wat heb je nog meer? Die? Doe als zo, ja? Lekker contrast. Nee, maar jij moet echt Feyenoord moet wel echt... Oké, okay, nou, dan moet jij een andere kiezen. Hoezo? Dit is toch een heel andere? Ah, doe maar, ja. Okay. Feyenoord, Barcelona. Yes. Eet altijd goede, snelle casino. Hé, hey, Dirkje Kuyt moet daar alweer staan. Fischi heeft al heel lang niet gewonnen. Hij is echt op zoek naar die overwinning. Daarom doen we Barcelona... Wat deden die gasten voor die aftrap nou? Dat deed jij. En maar eet geen naar achteren toe. Even kijken hoe snel... Barcelona is die gevaarlijk dicht bij een doelpunt, hè? Was dus ook het, het commentaar, hè? Ja. Nou, gevaarlijk dicht bij... Wat gebeurt er allemaal? Ik deed helemaal niks. En ik deed ook helemaal niks, maar ja, het zal wel. Geen risico nemen met Feyenoord, daar gaan we achterin daar. Oh jee, ik heb een gat. Hij staat geopend. Hij is erdoor. Ja, ja. Scheids! Hij deed een volle tackle in je rug, hè? Ja, dit is gewoon nog een penalty, of niet? Ja, ik denk het wel, maar... Ja, ik vond... Nee? Hé? Oh my god! Foutje van mij, maar... FIFA Feyenoord! Hand in hand! Kameraden! Hand in hand! Met Feyenoord 1! Geen woorden, maar boeens! Yes, yes! Ja, maar je hebt geen bal geraakt. Maar serieus, ik voel je wel lichtelijk genaaid, hoor. Ja, die penalty kon niet geven, maar de aanval was allemaal tik, tik, tik. Met Feyenoord, hè, gewoon. Tegen Barcelona. Jezus, dat Feyenoord is wel... Wat is nou? Ligt aan mij natuurlijk, maar... Nah, jongens! Oh, buitenspel, denk ik. Dat valt mee. Nou, dat is voor mij ook 5 meter buitenspel, ja. Maar wat doet mijn keeper? Zo! Keeper. Het is geen terugbal, speelbal! Het is wel Kenneth, hè? Oh. Hand in hand. Kameraden. Ah, dit slaat helemaal nergens op. Met Feyenoord 1. En een hele hoge voorzet tegen die smurfen van Barcelona ook. Nou, je ziet echt dat je naar Barcelona veel snelheid van net. Ik was bij Brazilië, tegen net Brazilië. Die gaat nog sneller. Als je, die mannetjes. Allemaal snel, Barcelona. Te doorzichtig. Oh, Kenneth zag het al. Ja, Kenneth zag het al. Dat is echt Kenneth, hè. Dan zie je het echt ook vaak. Ik ga stil, dan denk je, hè. Maar dat doet hij net wie het zag, maar dat zag je niet. Dan heeft zijn handje omhoog over. Nou, die gaat naast. En dan gaat hij op de lat of zo, denk je. Toch. Ik wil zien. Oh, nee. Demo-spitsen voor je nu. Die krijgen er wel. Messi is 1 meter en 3. Messi is 1 meter 3. Yes, yes, Messi. Hij is wel een redelijk betaalde speler. Hij is ook best wel redelijk goed. Ja, maar in het echt kan hij de kop wel niet winnen. Hij kan wel koppen, maar dan moet hij vrij kop afgaan. Dit slaat nergens toe. Hier staat een Congolo. Hij is 2 meter 17. Die zag je bij dat event. Ja. Oh ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Nou, die is toch hartstikke groot, die gozer. Of het was die Congolo, ik weet niet zeker. Maar. Als je dat niet kan... Even. Paul, ik kan eigenlijk niks doen. Mijn trainers zijn zoveel langs over. What the fuck? Ik sta gewoon onder druk, hè, nu, hè? Ja. Nee. Waarom dat... Kleine mannetjes, ik gok het. Kleine mannetjes en een rebound, je hebt nooit... Kom op. Nee, ik kom er niet meer uit, hè? Jullie bent er pas altijd. Hier. Jezus, mensen. Even rust, jongens. Immers. Yo! Kassim, Kassim, je staat toch in de spits om te scoren, hè? Paul, je stapt verkeerd, twee keer. Kom op! Stapt en dan geef ik hem zo weer terug. Weer Messi, dus 1 meter 9. Ja, ik zie het zo gebeuren, hoor. Het is een goede speler, ik begrijp er respect voor, maar twee keer de kopscore is 1 meter 9 ben, dat zie je niet, hoor. Nee. Nou, dat is kut, waarom heb ik nou? Messi, ja.
Die maar eens uitrennen. Blijf kijken. Lelijk, lelijk, lelijk. Twee keer een lucky kopbal. Come on! Stil in het stadion, Paul. Twee keer een lelijke kopbal, echt waar. Ja, ja. Op zich, het is wel een redelijke goal natuurlijk, nee man. Oh, de kap de verkeerde kant op. Torenstra! Hé? Ja, alle respect voor Torenstra, maar het gaat ook bij jou, vooral voor iets Messi, naar mijn man Torenstra. Het is ook wel even een klein verschil dat je Messi of Jens. En de bal gaat uit via de speler. Kom op! Goed gedaan, ik tackle. Daar kom ik aan de bal. Zo. Die moet er nog in! Jezus, ja, maar dit zijn mooie aanvallen. Het is gewoon een snelle aanval. Dat kan de kop als een score, maar niet veel uit. Het is gewoon een mooie voorstelling. Maar dit zijn poppetjes van minder. Die kop er zo laat in. Oh, wat een mazzel. Dat die spelers zo slecht zijn, bedoel ik. Want ik doe eigenlijk niet verkeerd. Maar die spelers kunnen niet uit de draai. Ja. Bal geven. Als jij wat draai geeft, komt hij gewoon aan, snap je? In ieder geval heeft hij hier knap last van. Daar komt dus een voorzet. Nou, ik heb al immersjes gebaseerd daarom. Het is altijd een wedstrijdje van immers, hoor. Ik kan wisselen, hè? Ja, ik zet volgende keer Ludo Sanders wel erin, dan of zo. Ik rest het Ludo Sanders opstellen, hoor. Oh, daar heb je hem. Nah, what the fuck? Oh man, Kassim, die is echt zo slecht. Dislike erbij, maar... Nee, hoor. Ja, tuurlijk, dat is wel slecht. Hij is echt ook niet heel goed, maar ik vind het niet zo slecht als hij neergezet wordt bij VI. Maar hij is niet zo heel goed. Hij is te traag, dat is echt het probleem. De spits moet gewoon snelheid hebben in het huidige voetbal. Hé? Heb je een spierblessure? Tim is geblesseerd nog steeds. Ja, die staat er eentje. Ik weet niet hoe deze gaat editen, maar als je hem goed edit, dan is het echt duidelijk voor het publiek wat er allemaal... Hoeveel ik beter ben geweest, zelfs met Bayern Feyenoord. Ja, maar ik wil wel eerst na twee minuten dat je wel rood en dat je tegen... En het had één op mij, maar daarnaast en het had je echt kansen, je schoot gewoon slecht in en zo. Maar ja, twee kopballen. En je hebt één goede kans nog gehad. En ik heb er gewoon echt vijf gehad met Feyenoord. Dat is moeilijk om kans te keren. Kijk, je ziet dat de stats zegt niks. Want ik schiet heel vaak niet. Dat ik zoveel kan. Dat is het langzaam zijn. Wat dan. Tjongejonge. Ja, begin veel schoten gehad. Ja. De tweede helft was ik zoveel beter. Oh. Alleen, ik verheer veel te snel. Telt niet, gelukkig. Ik win een keer weer. Dus je mag weer omhoog bouwen. Vier je sterren. Ah, dat is kansloos. Want het is zo'n verschil. Zeg maar. Zo traag allemaal. Maar ja, visie wint. Met Barcelona, die zou echt de handen dichtknijpen. Ze zou weer terug naar de Barcelona kunnen uit die Kuip, hoor. Ja. Het echt zou ook pijn om te staan op fase krijgen voor deze resultaat. Jammer van Tim dat hij meedeed. Volgende keer Ludo Sanders in de basis. Want Tim Immers, of Lexi, hoe je ook heet. En ook Jens Tongerscha. Niet lekker al. Echt niet lekker al. De rest vind ik fijn dat het leuk te kijken, hoor. De Kuip zal het vette sfeer en zo. Yes! Bye bye.